Ja! Vol! Wacht even, wacht even. Hoi. Ik heb een vraag. Leven we nog? We leven nog. Oh! Wat was dat? Weet ik niet. Het zou wel iets van de boot. Een bom! Nee! 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 Aan de kant, jongens! Harry, gaat dit? Oh, wat ben je weer lelijk, Harry? Harry, gaat dit? Wat geef je hem te drinken? Ja, dit is een drankje, made in mayonnaise. En ik drink het even voor hem. Het heeft een hele functie. Hier, proef het maar. Dit is een soort van aan het vocht. Volgende moet je het lekker hoor. Ik heb het heel gehaald, want hoofd nog een keer, man. Verdomme, jongens. Dat kan toch niet meer. Kom maar. Hendrik, waarom ben je zo gespannen? Er komt vanavond een gigolo aan. Er komt een gigolo? Ja, een gigolo, ja, yeah, ja. Yeah. Gigolo? Wat is nou weer een gigolo, Hendrik? Een gigolo is de man die je... Wat? Hebben we... Over de honden! Nu! Doe ook eens snel! En ga ik ook niet over de hond heen! Nee, staat er om ons heen. Nee. Lekker, Harry. Goedenavond. Ja, kom erin, jongen. Kom maar. Hé, dat is een gigolo. Wat gaan ze nou weer doen? Trek je broek maar uit. Ziek! Hé, ik ben stout. Hou ik hierin, hè? Nee! Nee! Het gaat moe als het ineens open! Kijk Ron, moet je kijken. Oké. Moet je luisteren wat ze zeggen. Ja. Jongens, het gaat moe als het open en we hebben gladde aders nodig. Oh, sorry, ben ik te laat? Ja, ik was bij ze dat er even aan Marcel. Ah, Marcel? Maar Marcel heeft toch helemaal geen bijles nodig? Jawel, voor Takatoku. Takatoku? Ja, jij beheert zeker niet helemaal goed de Nederlandse taal, of niet soms? En dan zit je me nu wel zo stom aan te kijken, maar het lijkt net Italiaans. Ja, je bent ook echt gewoon lelijk en je zit ook aan je mond. Je bent gewoon een kutleraar. Doei! Nou, dankjewel. Ik moet poepen. Heel nodig. GRONES! Wat? Deed je nou een dildo in die koffer? Nee. Die is voor Marcel de pijlet natuurlijk. En die dikke dan pijlet ofzo? Ja, want hij is heel slecht in dildologie. Maar nou moet ik heel snel even mijn pruik zoeken, jongens. Ja, maar ik wil ook al van die bijles. Maar dan wil ik al een dildo in mijn kontje. Nee, dat is tussen Marcel en mij en dan komen jullie niet tussen. Oh, wacht eens even. Ja. Wat denk je dan wel niet dat je aan het doen bent, man? Nou, dat weet ik helemaal niet eigenlijk. Hé, wat denk je nou, man? Ik ben homo, zie je dat niet? Al die jaren les van mij, Harry, en nog zie je niet dat ik homo ben. Homo? Dus jij bent gewoon homo met dikke mensen? Met kinderen? Dikke mensen? Ja, met dikke mensen, ja. Met van die lekkere, dikke, vetrollen. En dan kan je gezicht daartussen doen.
En van die voortanden van Marcel, die dan lekker zo om je eikel dit. Maar dat snappen jullie toch niet, jongens. Nou, sorry. Jij gaat mee naar het geheime hoerenhuis.